Welkom dames en heren bij deze nieuwe aflevering in het Rabbe Hotel. Ik had vorige keer wat comments gelezen onder een video. En dat was van, ja Vincent, het is een illegale service. En ik weet er helemaal niks van af. Dus ik was een beetje verbaasd. Ik denk, nou ja, ik zie het een beetje als een creative manier. Dan dat we echt op een illegale manier bezig zijn. Maar in ieder geval, er zijn er genoeg van die ook deze software draaien op een server. En dat heet dus Rabbe Hotel bij deze. En we kunnen dus van alles bouwen. En het is allemaal gratis. En dat is gewoon leuk en gezellig. Want je kan gewoon op deze manier heel veel mogelijkheden doen die je waarschijnlijk normaal niet hebt. En ik zie iemand, DJ Helle, loopt met een gele kaart rond. Wil je me een gele kaart geven hiervoor? Ik heb een hartstikke mooie kamer. Wat je kan allemaal doen hier? We kunnen lekker popcorn halen. Zal ik een popcorntje halen? Nee. Hier zo. Kijk, haal ik even een popcorntje. Klik ik hierop, zeik. En dan krijg je een schedel. Ik snap de logica niet. Maar je krijgt een schedel met water erin. Nou ja. Ja, het is heel vreemd. Je kan ook een ijsje pakken als je wil. Leef je uit. En ik heb hier een koelkast. Een luxe koelkast, hè? Want ik heb een eigen keukentje hier zo. Steven gaat eerst even kijken, wat vind jij? Oh, hij heeft een lekkere... Wat heb je eigenlijk in je hand? Een wortel. Okay, even kijken wat ik heb. Ik heb een wat is het? Een soort van oranje toverbal. Ik weet niet wat het is. En ik zie Jelly gaat aan tafel zitten. Dat is een heel gezellig idee, joh. We gaan met z'n allen in tafel zitten. Zo. Het is zo lastig om die knoppen. Ik snap er nooit geen moer van. Ja, als het goed is, gaat hij hem nu gebruiken. Nee, hij doet gewoon niks. Hoe kan je zitten, jongens? Lekker klikken. Gewoon op je kont. Ja, dat snap ik. Maar ik moet op die stoel klikken, ik 100 keer. Gebruik, maar die doet hij dus niks. Oh. Nou ja, ik kan... Wacht, we vragen het aan Jentel. Jentel! Kom erbij. Zet je zorgen maar opzij. Een servetje om je nekje. En de rest van het werk doen wij. Zo. Nu moet je je typt te snel achter elkaar. Wat heb ik allemaal gedaan in de tussentijd? Het is ongelooflijk, maar ik laat het jullie wel allemaal zien. Want dit is namelijk mijn kamer waar je inkomt. En we hebben twee deuren. De eerste deur is de Wonderworld. Nou, die hebben we vorige keer natuurlijk een stukje gezien. En de tweede is het spookhuis. En ik dacht, misschien gaan we eens naar het spookhuis kijken hoe dat eruit ziet. Ik ga door de deur en als het goed is zal de kamer laden. En kunnen wij in een karretje stappen? En het karretje zal ons dan begeleiden door het hele spookhuis. Een heel spannend spookhuis, want er gebeurt namelijk van alles. Het is ook heel donker. En als het goed is, als ik op een karretje klik, kan ik erin komen. Kijk hoor, ja, ik zit er ook in. En we kunnen ook dingen laten bewegen, zoals bijvoorbeeld dit hek ziet. Het hek heb ik naar beneden gedaan. En we kunnen deze kist kunnen we openen. We kunnen deze... Kijk, iemand ligt op de... Daar kan je ook in, hè? Ja, klopt. En het leuke is dat we natuurlijk wel wat nieuws hebben ook weer. Ik heb vandaag wel gebouwd en het leek me leuk om dat weer te laten zien in deze video. Dus we gaan door de deur. Dan gaan we weer terug naar de beginkamer, de Davinstalkamer. En dan wil ik eigenlijk met jullie naar... was het deze... Ja, was het die telefooncel? Ja, hè? Ja. Mm-hmm. Oké. Nou, dan gaan we eens gebruiken. En dan teleporteren wij naar een hele nieuwe kamer. En dit is de relaxtuin. Een hele grote tuin waar we dus lekker kunnen picknicken. Je kan met de poes kan je lekker een wijntje drinken. Ja, dat is allemaal mogelijk. Ja. Op de tafel staan. Op de tafel staan, wat je maar wil. En een kleine secret is hier. Er is een kamer met een wachtwoord... En daar kan je alleen in door hier naar beneden te gaan door deze steen. En dan komen we in een dolf terecht. En dit dolf is natuurlijk hartstikke leuk dat je dit kan doen. En dat allemaal op Rabbe Hotel, zo moeten we het eigenlijk noemen. Rabbe. Deze update video, hartstikke leuk toch, om even te laten zien. Cool. En er komt iemand in een auto, wat is dit nou weer? Wat is het? Juk. Wat is dat? Juk juk. Ben je Chinees geworden? Ja. Nou, het leuke is dat je alles kan skippen. Ik wil naar Chinatown. Ja, hoppakee. Jee, ik ben de eerste. En dan kom je weer uit op de normale tuin. Dat ziet er hartstikke leuk uit zo. Ja. Rabbo. Oh, nou, dus natuurlijk zijn er heel veel van jullie gejoind ook op rabbo.cool. En het zou leuk zijn als jullie natuurlijk ook komen kijken een keer op dit Rabbe Hotel. Want het is echt hartstikke gezellig. En ja, de kamer kun je altijd in. Je kan altijd even op de bank zitten en kijken naar YouTube. Je kan ook met Donald Duck eventjes aaien en kroelen. Hier hebben we zelfs een roze duck. En ja, er is ook een hoop op tafel wat je lekker kan eten. Er zit altijd een warm prakkie klaar. Je kan inderdaad in een autootje rijden. Je kan van alles doen. Popcorn, allemaal gratis. Dus ja, binnenkort... Ja, helemaal mooi. Het is helemaal mooi. Helemaal mooi. Yay, iedereen zwaaien! Doei! Ja.
Kan niet zwaaien, dat is fantastisch.